Mijn broer en ik, die samen het bedrijf Emsaf hebben, uh, allebei uh, volleyballiefhebbers. Ik heb zelf een volleybalachtergrond. dus volleybal is eigenlijk een sport wel een beetje, een beetje, behoorlijk wel. Um, ja, en Liqueur is een fantastische uh, club om, uh, om uh, misschien een hoger niveau te brengen, om daarbij uh, een steentje bij te gaan dragen. En hoe gaan jullie dat in de praktijk denk je vormgeven? Wat voor ideeën heb je daarbij? Ten eerste worden wij uh, natuurlijk uh, na sponsor, maar misschien gewoon heel veel mogelijkheden om met de club. Uh, uh, om ja, onze naam bekend te gaan werken op een positieve manier. En onze reclame ervoor te genereren. En uh, dat gaan we doen door uh, op Sheer te komen. Op de eerste, uh, de naam zal verbonden worden. Amisoft Lecurge zal de club gaan heten. En er zullen meer uitingen komen die mensen in de toekomst wel zullen gaan zien. En uh, ja, we willen commercials gaan gebruiken waar speels in gaan spelen, bijvoorbeeld uh, in gaan acteren. Dat soort dingen uh, denken we aan. En voor de mensen die Amisoft niet kennen, wat is Amisoft? Wat doet Amisoft? Nou, Emisoft doet in uh, waterbehandeling, in zin van het woord. Maar we verkopen vooral waterontkalkers, wateronthardingsmachines aan parklieren in, uh, in heel Nederland. En machines die zetten mensen op de hoofdlijn neer, waardoor een hele huis kalkvrij is. En we nooit meer uh, de badkamer uh, van kalk hoeven te ontdoen, zeg maar. Waarom vind je het belangrijk dat jullie sport gebruiken voor de verdere marketing van Emisoft? Nou, we willen ook sport inzetten, met name volleybal in dit geval. Om een jong uh, publiek te gaan aanspreken. He, via social media kanalen, via allerlei dingen. Daar gaan, gaan we wat uh, zaken uitproberen. Heb je ook ja, om het concreet te maken, en ook een bepaalde ambitie, he, waar wil je over ja, als een sponsperiode achter de rug is, wat wil je dan bereikt hebben? Nou, niet echt. Kijk, het, uh, We doen meer in het sponsorgebied. En uh, die gaan we gewoon proberen voor een paar jaar. En uh, dat wil niet zeggen dat een paar jaar we mee stoppen. Maar we gaan kijken of het dat heeft. En uh, dat klinkt is gewoon heel goed. He, ik heb uh, een aantal gesprekken gehad met uh, Arjen Taai, vooral. En die, heeft me, die is heel enthousiast om, om samen iets te gaan opzetten. En uh, nou ja, die heeft ook, moet ik ook zeggen, voor groot gezorgd dat wij uh, hier zijn begonnen. Klinkt goed, hè? Eem je zelf Nou, klinkt heel goed, denk ik. Uh, pas bij elkaar. Uh, het klinkt me goed in de orde, in ieder geval.